De Pokémon-rage blijft aanhouden, maar wat is nou de kracht achter het realityspel? Ja, wat je ziet als je hier rondloopt, zijn dat heel veel twintigers, dertigers en ook kinderen vanaf een jaar of 10 zie je ook steeds meer rondlopen die het spel spelen. Dat heeft gewoon, denk ik, heel veel te maken met jeugdsentiment. Vroeger ruilden we de kaartjes toen we een jaar of 10 waren en nu lopen we hier rond om Pokémon te sparen. Nou, ik denk dat iedereen van onder de 30 ongeveer al zijn hele leven droomt van dit. Op straat je eigen Pokémon kunnen vangen en je eigen avontuur beleven. Je vroeger speelde hem op je Gameboy, klein in je broekzak in de auto op vakantie. En nu kun je op straat met je telefoon kun je gewoon een real life, tussen aanhalingstekens, Pokémon spotten. Ja, wat ze gewoon echt geniaal hebben gedaan aan mijn idee is het feit dat ze niet zeggen je blijft binnen zitten om een spel te spelen. Maar je gaat echt naar buiten om ze te verzamelen, om Pokémon te kunnen trainen, om beter te kunnen worden. En je komt ook gewoon andere mensen tegen. Ik heb vandaag ook weer kinderen ook gesproken, maar ook mensen van mijn leeftijd. Ja, dat vind ik gewoon echt lachen. Dat is vet. Je lacht naar elkaar of je knikt en je zegt, hey, Pokémon Master. Ja, dat is gewoon lachen. Dat is gewoon, naar mijn idee, de kracht van het spel. Je moet de straat op. Je moet ergens anders naartoe om een bepaalde Pokémon te vangen. Ik zag gisteren een filmpje van iemand die bij hem in de straat een zeldzame Pokémon gespot had. Waar echt gewoon 10, 15 mensen daar naartoe waren op de fiets, in de auto, om hem maar ook te vangen. Het toffe is dat je dus ook op plekken komt met Pokémon Go waar je nooit eerder bent geweest. Of die je nooit eerder bewust hebt gezien. En op deze manier zie je ook weer net andere dingen van de stad. En voor de sightseeing heb ik het idee dat het ook gewoon heel erg goed. Je komt op plekken waar je nooit eerder bent geweest. Ik denk dat heel veel plekken waar mensen nooit gekomen zijn, dat die nu heel druk bezocht gaan worden. Ik weet, bij mij in de hoek zit er een bij een kerk. Er zit een Pokéstop en ik zie constant mensen voorbij fietsen die op hun telefoon aan het kijken zijn. En waarschijnlijk richting die kant gaan om dan nog even een paar Pokéballs te scoren. Vele media berichten de laatste dagen vaak negatief over het spel. Het zou gevaarlijk zijn, mensen letten niet meer op in het verkeer en kijken alleen nog maar naar hun telefoon. Maar wat vinden de deskundigen over het gevaar van het spel? Naar mijn idee is het niet gevaarlijk. Op één voorwaarde, je moet gewoon opletten. Als jij je niet uitkijkt, gaat het wel gevaarlijk worden. Dus inderdaad, je hebt al wel een aantal heftige dingen gehoord. Maar kijk gewoon goed om je heen en let op jezelf. Ik ben alleen bang dat tijdens de kermis bijvoorbeeld volgende week of twee weken, dat de mensen heel veel met hun telefoon lopen en heel weinig van de kermis zien. Ja, joh, achter de auto moet je sowieso oppassen, op de fiets moet je ook oppassen, lopend moet je oppassen, je zal altijd op moeten passen. Net als ik net al zei, let gewoon goed op en draai niet te ver door. Wat zijn nou voor jou de beste plekken in Tilburg? Ja, ik woon in Oud-Noord, dus daar hang ik veel rond dan, ook als ik Pokémon ga vangen. Ik was gisteren heel eventjes in het centrum en dan was ik bij 013 en dan kwam ik 10, 15 andere Pokémon trainers tegen. Dus dat ik denk dat bij 013 wel goed kunt vangen. Ik was heel erg verrast door de Piershaven. Ik liep een beetje rond in Tilburg en ik kreeg alleen maar een beetje van die zwakke Pokémontjes. En toen ik daar liep, bam, in één keer was het feest. En ik was niet de enige, er waren echt veel mensen daar. Dus ik denk dat de Piershaven wel een goed plek is. Ik weet niet of het de beste is, ik heb ze niet allemaal gehad.